dit is toch wel het allerleukste. Lama. En we zijn ook klaar voor raamvisite als het zover is. Wie weet ga ik hem nu gewoon ook af en toe gebruiken. Why not, als we hem toch hebben. Hey, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is zaterdag. En ik ga vandaag weer een dagje vloggen. Misschien ook morgen. Ligt er een beetje aan hoeveel beelden er vandaag komen. In ieder geval zijn wij de dag heel rustig aangestart met een ontbijtje en een nieuwe aflevering van La Casa de Papel. Ik vind het echt een heel tof seizoen, de vierde tot nu toe. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe het verder gaat. En nu gaan wij weer een cadeautje openmaken uit onze kraam/verlosmand die we van vrienden hebben gekregen. Het cadeautje voor vandaag, ook wel goed om te vertellen, gisteren hadden we een briefje en daar stond op als tip dat we samen gaan dansen. En hier staat een link waar we dan wat dansjes vanaf kunnen halen. En er stond dat we ook nog onze huwelijksdans mochten herhalen. Nou, ik zei tegen Marco, ik denk dat ik het niet meer weet. Ik zou echt moeten kijken hoe dat weer moet. Ik denk dat je niet eens meer kan optellen. Ik denk ook dat mijn buik enorm in de weg zit als je me zo indraait. Ja, alleen dat hij in de weg zit. Maar we willen wel even kijken naar de YouTube link. Dat is er gisteren eigenlijk niet van gekomen. Dus dat gaan we vandaag doen. Oh, jij hebt hem al te pakken. Ja, ik heb hem op volgorde eigenlijk gelegd. Oh, je hebt de funner afgehaald. Het is toch juist leuk om te grabbelen. En... Oké. Okay. Jij mag hem openmaken. Pas op. Ik denk speelgoed. Ik zie al wat een beetje. Ik denk ook iets van speel. Iets van bakjes. Ja, om te stapelen. Ik denk iets van bakjes. Oh, dat is leuk. Is dit voor de baby of is dit voor mij? Ja, wat je wil, schat. Jij mag er ook best mee spelen. Nice. Leuk. Heel leuk. Ja, want dat soort dingen hebben we nog helemaal niet. Nee. Dat is natuurlijk voor wat later, maar dat is wel handig om alvast te hebben. Jij gaat zo even boodschap halen, hè? Ja. We hebben net een heel lijstje gemaakt met weer een heel menu bedacht voor de hele week. Ja. En beschuit met muisjes, staat ook op het lijstje. En beschuit met muisjes. Te leuk. En mijn speciaal biervoorraad is weer helemaal leeg. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Zeker. Mm-hmm. En we gaan denk ik ook weer twee HelloFresh gerechten doen. Ja. Alleen dan gewoon zelf de ingrediënten in de supermarkt gehaald. We hebben even gekeken tussen de minuutjes die we bewaard hadden. Ja. De gerechten en... Een beetje Mexicaans, een beetje omdat het zonnig wordt, dus lijkt me dit wel lekker. Ja, vegetarische Mexicaanse kapsalon en kipfilet met Mexicaanse groentesalade. Ja. Nice. Nou jongens, er komt net de douchekruk binnen. Deze had ik bij Medipoint besteld. Dat is gewoon, kun je gratis vanuit de buurt zeg maar lenen. En dit is dus schijnbaar ideaal na de bevalling. En misschien ook wel nu als ik even mijn benen wil scheren of zo. Hij zit best wel lekker, moet ik zeggen. Maar je moest ook je gewicht en je lengte opgeven. Dus ik denk, dan is hij gewoon precies goed afgesteld. En ik vind douchen echt heerlijk met dat warme water en zo. Alleen ik merk nu ook al af en toe dat als ik er dan langer onder sta, dat ik dan een beetje een zurderig gevoel krijg in mijn lies of zo. Dus wie weet ga ik hem nu gewoon ook af en toe gebruiken. Why not, als we hem toch hebben. Hoe was het boodschappen doen? Chaotisch. Ja, dat is echt... Bij de Albert Heijn hebben ze nu wel echt dat je in de rij moet staan voordat je naar binnen gaat. Ja, maar dat dus dan sta je ook echt in vakken en dan is het oké. Er mogen er nu 5 naar binnen en zo, prima. Maar in die winkel, echt iedereen loopt om je heen. Dus ik heb ook weer mensen zitten wegduwen. En nu bij de Lidl ook. Dus, met je karretje zo. Ja. Maar ja, dan kom je ook weer bekenden tegen. En die willen dan weer inderdaad ook weer praten. En dan, echt? Wat onhandig. Ja, nou ja, dat weet je wat. Dan duw ik mezelf gewoon in een hoekje. En dan kan het wel even 2-3 seconden. Maar over het algemeen dan zit ik denk, ik ga er nu snel vandoor. Ja. Maar hier naartoe tillen is best wel zwaar. Want, het is echt een heleboel wat je hebt gehaald. Mm-hmm. Oh mijn god. Ja. We kunnen in ieder geval weer even plassen, zie ik. Ja, en ook weer poepen. En je hebt watermeloen gehaald. Lekker, hè? Heb je ook aardbeien gehaald? Jazeker. Yes. Echt serieus. Kijk eens beter. Wat heeft de watermeloen? Ja, sorry, maar die meloen is zo groot. Meloenen. Oké, nou, ik zou zeggen, laten we dit even inruimen. Daar zijn we wel even zoet mee. En we zijn ook klaar voor raamvisite, als het zover is. De muisjes zijn binnen. Nice. Het is somber vandaag buiten. Echt heel stom, maar ik word weer vrolijk van dit kamertje die echt zo goed als af is. Maar we hebben een paar laatste items ontvangen en die gaan de kamer echt helemaal afmaken. Dat gaan we doen met een aantal accessoires die ik van Prenatal heb ontvangen.
En prenatal heeft echt mega leuke dingen voor babykamers. Ze hebben sowieso alles voor baby's en voor moeders eigenlijk. Maar specifiek voor de babykamer hadden we nog een aantal hele leuke dingen gevonden. En dit is toch wel het allerleukste. Een lama. Of is het meer een alpaca? Alpaca, denk ik. En hiervoor hebben we echt het perfecte plekje gevonden. Want dit hoekje is natuurlijk al helemaal leuk en gezellig. En hij staat zo mooi zacht ook op dat behang. Ik vind het echt heel leuk. Ja, weer zo hoog. Die moet daar komen inderdaad. Dus die gaan we eventjes ophangen. We hebben hem net opgehangen met een heel makkelijk systeem. Dit vind ik zo handig, want dan hoef je dus geen spijkers of schroeven of zo erin te doen. En hij heeft gewoon zo'n haakje. Dus dan schuif je hem zo en dan hangt hij. En dat is echt fijn als je je later bedenkt en bijvoorbeeld toch een ander plekje wil. Dan zag ik ook nog dit soort bamboemandjes. En ik vond deze gelijk heel leuk om een beetje af te laten steken tegen dat roze wat hier natuurlijk al heel erg veel voorkomt. En ik vond het ook gelijk de houtelementen in de kamer leuk laten terugkomen. Want je ziet natuurlijk dat we die plankjes in houtkleur hebben. En dat plantje dat komt ook een beetje overeen qua bakje. Dus deze heb ik voor de bad- en verzorgingsspullen gebruikt voor de baby. En die staat hier heel erg gezellig. En ze hebben ook allerlei grote opbergmanden. En mijn oog viel direct op deze kleur. Omdat het wel roze is, maar toch ook een beetje neutraal. Ik zou zeggen mauve. En hierin hebben wij ervoor gekozen om bijvoorbeeld een deken voor de maxi cozy en zo'n berenpakje in te stoppen. Wat je er snel bij kan pakken, maar wat gewoon een beetje veel ruimte in beslag neemt in de kast. Om een beetje in het alpaca thema te komen. Kijk schat, ik heb deze uitgezocht. Leuk hè? Oh, dit vind ik wel heel leuk. Ja, vind ik ook. En ik had nu roze hangertjes, maar ik dacht hoe leuk is het om deze er ook zo bij te hangen of af te wisselen. Ik vind het gewoon helemaal gezellig ook bij dat hoofdje. En volgens mij zijn ze ook wel heel handig omdat ze iets dikker hier zijn. Dus niet zo snel eraf glijdt. Dat is wel prima tussen zo ook gewoon qua kleur. Ja, toch? Ja, dit is echt onze kleurencombi. We hebben gewoon deze twee kleurtjes. Die mixen we echt met alles. Echt. Maar dat past echt best wel goed. Ja, sowieso wel goed. Ik denk dat dit genoeg is. Even voor nu. En ze hebben ook allerlei leuke kapstokjes. En dit doet me echt denken aan gewoon de babykamer die ik zelf had eigenlijk vroeger. Even een beetje te kijken wat leuk is. Moet ook niet te druk worden. We hebben bedacht dat we een van die haakjes hier in onze badkamer gaan hangen. Want dat is mega schattig als we hier haar badje opstellen. Ja, dat we gewoon even de dingen klaar kunnen leggen. Een doek om haar in te wikkelen. Ja, vind ik wel schattig. Maar juist ook omdat er maandjes in haar opstaan. Ja. Voor het slapen gaan of zo. Ja, precies. Of net bij het wakker worden. En misschien dat we die andere dan naast onze kapstok kunnen doen voor haar winterjasje. Oh ja. Dat is ook leuk. Ja. Maar kijk. We hebben maar één plakketje alleen. Eén voor die plak. Stuiker. Ja, nou vind ik het niet heel erg om in deze muren een gaatje te maken. Nee. Want dat is niet haar kamertje en is geen behang. Dus op zich, kijk hoe handig. Bijvoorbeeld zo'n badkeepje eraan hangen. Ik vind het echt helemaal schattig. En dan zijn we nu weer in de slaapkamer. En zoals je ziet hebben we hier ook nog een bedje. Maar dit is een wieg in plaats van een ladykant. Wat kleiner. In het begin willen wij onze dochter op onze kamer. Omdat ik borstvoeding wil gaan geven. Als het allemaal lukt. En ik heb me laten vertellen dat het heel fijn is als je dan de signalen vroeg hoort. Dus bijvoorbeeld zuigreflex en een beetje gesmak en zo. Dus ik had zoiets van, dan is dit ideaal. En deze wieg is echt 2, 3, 4 hands onderhand. Die is al heel wat huishoudens doorgegaan. Wat helemaal prima is, want je gebruikt het natuurlijk maar kort. Maar zoals je ziet ligt er wel een nieuw matrasje in. Ik vond het wel belangrijk om in ieder geval wel een stevig matrasje te hebben. Want op een gegeven moment gaan die natuurlijk een beetje doorzakken. En dat leek me niet zo'n fijn idee. Dus ik heb besloten om die dan wel nieuw te kopen. En ook deze komt van Prenatal. Ik heb toevallig een standaard maat. Maar wat wel echt ideaal is, is dat ze ook een service hebben. Waarbij je echt allerlei soorten matrassen. Niet alleen voor een wieg, maar ook voor een ledikant. Voor in een kinderwagen en een box geloof ik. Kun je op maat laten maken. Dus dat is wel een heel fijne service. Dat kan bij hen in de winkel. En dan kunnen zij het ook voor je opmeten. Ik zet trouwens alle linkjes van de producten die ik jullie heb laten zien hieronder in de beschrijving. Zodat je ze makkelijk kan vinden. En ondertussen heb ik een was opgehangen en het hele huis gestofzuigd. En een beetje opgeruimd en zo. En nu ben ik eigenlijk alweer helemaal gaar. Ik wilde nog de keuken doen, maar dat wordt hem niet vandaag. En Marco die gaat gewoon koken nu toch? Ik ga even koken. Helder. Wat wordt het vanavond? Iets met vis. Rustige rondjes. En suikerstokjes. Pasjes, filet.
Viel iets, hè? Lekker hoor. Oeh, rustig rondjes, echt lang geleden. Ja, dat is. Doe me altijd denken aan vroeger. Als kind. Ja. En suikersnapjes. Maar ja, misschien iets lekkers. Ik had nog een beetje courgette. Ja. Misschien daar iets nog bij. Tomaatjes vind ik wel lekker erbij. Wil je weer van die tomaatjes roosteren zoals je vorige keer had gedaan? Was ja. Zo lekker, zo'n trosje. Maar dat trosje heb ik niet, maar ik heb wel chari. Nou, gewoon met losse. Gewoon losse chari. Ik wil wat van gebruiken, toch? Ja? Nou, in ieder geval. Moet ik even nadenken. Ik heb trek. Lekker. Ik ben gewoon vergeten te lunchen. Ik ook. Ja, erg hè? Nou ja, ik heb nu wel even een banaan, want anders heb ik die pannenkoek had ik net. Oh ja. Net, een uur geleden. We hebben niet goed voor onszelf gezorgd deze dag. Nee. Kijk nou wat ik voorgeschoteld krijg. Dit ziet er toch verrukkelijk uit. Heerlijk. Yummy. Dankjewel, schat. Wil je weer een aflevering van La Casa de Papel? Leuk, gezellig hoor. Oké, doen we dat. Wat heb ik dit gemist? En ik had er geen eens behoefte aan omdat ik niet kon proeven. Maar ik kan weer proeven. En we hebben dus strawberry cheesecake. Ja, waar wil hij nou in de bonus zijn of zo? Nou, ik dacht bij de Albert Heijn. Ja, dus ja? Ik had Marco daarheen gestuurd. Ja, ja? Dat was het pas vanaf maandag blijkbaar. Oh, oké. Okay. Nou, leuk. We hebben hem toch gehad. Minuut in de bonus. Ik ben wel blij dat ik hem toch heb. Ik heb net heel gezellig, echt best wel lang met mijn moeder gefacetimed. En nu gaan we weer verder met La Casa de Papel. En we vinden dit seizoen echt fantastisch. Ik weet niet, ik heb het idee dat ik hem zo in één klap uit zou kunnen kijken. Als jij lekker door blijft praten, ga ik lekker door eten. Oké, okay, nee, dan ik ga snel mee eten, jongens. Nee, ga maar door.